Ja, triest. Ik denk, nou, geef ze dan een real-life soap. Het stikt van de real-life soaps. En ik vind het niet interessant meer om bekende Nederlanders te zien. Echt niet. Ik wil onbekende mensen zien. Mensen die we niet kennen. Bijvoorbeeld, ik vraag me af, hoe ziet die man eruit die in die mand zit van Samson en Gert? Die hond bestuurt, weet je wel. Ajo, meneer de burgemeester. Ajo, Gertje. Die vent, die verdient een real-life soap, man. Niemand kent hem. Want die Gert, die gaat er vandoor met de K3-meisjes. En hij zit er maar. Ajo, Gertje, waar ga je heen? Of neem nou Sesamstraat. Ik ben hier opgegroeid in Nederland met Sesamstraat. Daar schijnt een vrouw in het pak van Pino te zitten. Die vrouw wil ik zien. Die heeft toch ook een leven? Die gaat toch ook boodschappen doen? Die rekent af bij de kassa en dan hoor je mensen achter haar in de rij. Hé, hey, ik hoor Pino. Is toch veel leuker, man? Gewoon een real-life soap over ons, weet je wel. Gewoon over wij hier, wij die hier zitten. Over jou bijvoorbeeld. Hi, goedenavond. Hoe heet je? Jan. Jan? Ja, echt waar? Gewoon Nederlands. Jan, ja, precies. Ik heet ook gewoon Najib, dat is echt Marokkaans. Najib, Jan, Najib. Leuk. Jan, dat klinkt goed. Jan, de real-life soap. Lijkt je dat leuk, Jan? Niet? Mij wel. Wat doe je in het dagelijks leven? Expediteur. Ex? Expediteur. Oké, dus je pediteurt hier en daar. Oké. Dat is met zo'n pedi-ding, of niet? Ik weet niet wat dat is. Wat is dat, expediteur? Transport. Je bent gewoon vrachtwagenchauffeur. Zoiets. Expediteur. Jezus. 33 jaar Nederlands geleerd en expediteur. Oh. Nee, maar je werkt waarschijnlijk bij een vrachtwagenbedrijf of zo. En daar... Transportbedrijf. Oké. Nou, dat lijkt me leuk. Want ik weet daar niks van en zo leer je dat. Een real life soap. Te gek, man. Dan word je beroemd, hè? Woon je hier in Rotterdam? Oud-Beijerland. Dat is ook hier... Ja, ik denk dat is ergens verderop. Een land, Oud-Beijerland. Ah, maar dat is leuk, Jan. Dan word je beroemd in Oud-Beijerland. Dan worden ze gek. Als ze je op straat zien, jongen, je kan niet meer over straat, hè? Jan, ik heb je gezien op tv! Ja, dat is leuk. Dat is positief. Je ziet mensen lachen en daar gaat het om, man. Mensen lachen niet meer op straat. Ik merk het zelf nu de laatste tijd dat ik wel eens wat vaker word herkend op straat, weet je wel. Sowieso zijn mijn Marokkanen heel erg populair de laatste tijd. Dus je wordt sowieso wel herkend. Maar dan loop ik voorbij en dan hoor ik dit gesprek. Hé, dat is Najib Amhali. Nee, ja. Nee, je klinkt hem echt. Nee, deze is wat dikker. Nee, dat komt op tv. Dat is van tv. Nee, ja, ik ga het vragen. Niet doen, jawel, ik vraag het. Meneer? Ja? Bent u niet Najib Amhali? Ja, dat klopt. Ja, dat is hem! Dat is hem! Dat is hem, dat zei ik toch, dat is hem! Hé, hey, Najib! Dat is hem! En dat is leuk. Dat is positief. Ik zie een hand omhoog gaan. Helemaal goed. Vooral in Amsterdam loop ik op straat. Hé, hey, shawarma! En dat is leuk. Dat is positief. Daar kan ik ook wat mee. Negatieve reacties, die krijg je ook. Alleen daar kan ik niks mee. Dat is niet arrogant bedoeld, maar ik... Dan ben ik wel eens aan het drinken en dan komt er iemand binnen. Hé, hey, je speelt toch in die film Soef Soef de Haas of zo, weet ik veel. Habibi. Oh ja, Habibu. Hababa. Ik heb gezien die film, man. Voor de gereten. Ja, dat kan. Ja, voor jouw rol helemaal niks. Ja, ik had maar een klein rolletje. Moet je dit doen, man? Ja. Oké. Dus dan af en toe maar niet naar Najib Amhali. Meneer, mag ik wat... Wat? Wat vragen? Wat moet vragen? Wat vragen? Wat vragen? Wat? 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 Wat vragen? Oh, sorry, sorry. Nee, ik dacht dat u... Hey, oh, nou zie ik het, ja. Nee, ik dacht dat u... Wat wijzen naar mij? Wat zit er naar mij te wijzen, man? Dat is onbeleefd te wijzen op straat. Wat zit er naar mij te wijzen? Nee, ik dacht dat u die grappige... Grappig! Ben ik grappig? Lach je maar uit. Ben ik grappig? Ah! Het werkt wel, hè? Of je wordt ineens gebeld door oude vrienden. Een vriend van me, Mark de Lange. Ik ga zijn naam noemen. Mark de Lange, die heeft een juwelierszaak in Alkmaar. En bij de opening, vorig jaar, had hij mij gevraagd. Hij zegt, Najib, zou jij mijn zaak willen openen? Ik zeg, dat gelooft toch geen hond? Marokkaan opent juwelierszaak. Hoe dan? Met een bivakmuts op. Hoep. Bang! Geopend. Mark, moet je klanten? Ja? Moet je klanten? Wacht. Hoi, naar binnen! Naar binnen! En kopen, hè?